ik kon niet wachten. En ik wilde gewoon even stiekem alvast een broekje aandoen. Van die broekjes die ik echt heel leuk vind. En nooit echt ownde, omdat ik me echt irriteerde aan de flap. En ik ben zo blij. Het is weg. Nou, er was altijd heel veel strié en dat is er nu gewoon weg. Dat is naar beneden getrokken. Ja. Oh, ik kan eens nog. Ik kan helemaal geen gewone kleren aan nog. Maar dit is zeg maar het eerste moment dat ik hem echt goed heb bekeken. En ik ben gewoon echt heel blij dat het weg is. Het zijn goede tranen. Ik ben gewoon heel erg blij. Echt geen spijt. All good here. Ja, welkom in een nieuwe week. Ja, ik ga mee. Oh, op slot. Ik heb geen sleutel bij de hand. Moet ik in mijn zak. Zal ik dat doen? Ja, nee. Oh, hij zit in mijn zak, ja. Ja. Ja? Oké, ik loop het. Ja. Vandaag is het woensdag. En ik heb weer controle bij Bergman. Alleen denk ik, super fijn. Ik ben al wel op de been, maar het is toch wel prettig dat hij me kan brengen nu. Ja. Dit gaat net. Gaat het goed? I'm this close. To having a mental breakdown. Komt ze? Komt ze? Komt ze? Komt ze? Ze doet haar jas, hè? Hé, hey, mijn telefoon. Fuck. Oh, fuck. Die heb ik echt nodig. Fuck. Die heb ik denk ik niet. Ik heb hem niet, baby. Hij ligt nog in de slaapkamer. Shit. Weet je het zeker? Ja, bel me. Hij is daar. Oké. Okay. Had je hem al gebeld? Nee. Shit, man. We zijn te laat. We zijn te laat. Mijn schuld. Be my baby. Dat hij hem kan vinden, anders wordt hij ook heel boos. En dan irriteert hij zich de tering aan mij dat ik niet wist waar hij was. Oh, hij heeft hem. Ja. Lacht hij waar ik zei? Op bed. Op bed, oké. We hebben nog 8 minuten om van west naar zuid te rijden. Met alle wegversperringen en wegwerkzaamheden. Oh, hedingen, wegwerkzaamheden van dien. Wegwerkzaamheders. Hoe gaat dat lukken? Tuurlijk. Oké, en meestal moeten we toch even wachten in de wachtkamer. Dus we gaan dus voor controle en volgens mij gaan de hechtingen uit mijn navel. En dat vind ik griezelig. Ik vind sowieso de navel een griezelig ding. Wat je dan? Oh nee, dat redden we niet met zulke types in het verkeer. Wat was de actie? Hij dacht gewoon dat hij hierin kon. Oh, hier ga je overheen? Want dan hou ik ze even vast rustig. Oh, sorry. Wow. Voor die Mercedes uitkomen. Oké. Een update. Het is tijd voor een update. Ik kan je vertellen, met de buik gaat het super goed. Bloedheet. Weinig tot geen pijn. Eigenlijk geen pijn. Dat betekent dat ik maar een week echt pijn heb gehad eigenlijk. En dat is dan vooral een soort spierpijn. Het is nu 3 weken toch? 2 weken? Nee, het is 2 weken. Oh, ja. Best weinig nog, hè? Ja. Ja, ik vind dat jouw pijngrens ligt ook wel heel hoog. Echt? Ja. Hoe weet je dat? Weet ik gewoon, ken je toch? Oh, dat vind ik wel leuk om te horen. Ja, waarom? Gewoon, dat is best wel, dat betekent dat ik geen pussy ben. Nee, maar geen pussy. Kijk,
druk. Oh shit. En de borsten zijn nog steeds super gevoelig, maar doen niet echt pijn. Dat kan je geen pijn noemen. Oh wacht, alleen moet opletten. Ik moet echt even niks doen. Ja meneer, wij doen dit. Is hij aardig of? Weet ik nog niet. Want hij deed zo. Ik weet niet wat dat betekende. Ja, dat ik er zo meteen tussen mag. Oh, zal ik hem bedanken? Kijken. Nou ja, nog niet. Hij moet eerst tussen laten. Thanks. Dankjewel. My friend. Ja, dat is wat als je vanaf die kant komt. Oh. Sorry, baby. Met de boobs gaat het steeds slechter bij de minute. Grapje. Nou, en eigenlijk ben ik al wel weer goed op de been. Ik denk dat ik, ja, volgende week moet ik gewoon weer werken dan als een malle. Gewoon echt. Ja, maar als een malle. En dat, je, ja, ik slash je, je mag nog steeds niet zwaar tillen. Dus dat duurt wel nog even. Niet de boys halen brengen in ieder geval. Nou ja, lopend mee. Oh ja, nu heb ik die kinderwagen, dus ik dan... Nou, maar ik kan ook de auto, kan ik ze wel halen hoor. Ja. Dus stel je dat jij echt moet werken, dan kan ik ze halen met de auto. Oké. Lang gelul, maar wel. Hè? Maar wat doe je wel zeggen? Leuk. Nee, ik deed gewoon een duim. Oh. Ja. Zullen we bloemen halen? Waarom? Gewoon, omdat het kan. Nee. Oké. Kijk, hier hebben ze namelijk altijd wel hele mooie bloemen. Dus dat. Is hier het ding niet daar? Ja. Aan deze kant? Ja. Achter de tram. Achter de tram. Ding niet daar. Daarna gaan we ramen eten. Ja. Zeldzaam hè, dat wij samen overdag door de week kunnen, samen kunnen ja, zijn. Dat. Wat ik nog wilde zeggen is dat Kai bij mijn moeder is. Oké, daar. Alleen heeft het goed gedaan. Volgens mij zijn we maar... Hoeveel minuutjes te laat? 3. 4. 4. Oh, mijn navel heeft eigenlijk geen litteken. Nee. Zo goed ziet het eruit. Oké, jongens. Daar ben ik weer. Ik dacht eigenlijk dat je zou gaan huilen. Bijna. Ja? Ja. Oh, toch wel. Van die navel dacht jij? Ja. Ik dacht van nou, oh nee, want dat had ik allemaal al gezien. Zo meteen reunited met de navel. Nee, ik heb maandag heel erg gehaald. En toen had ik voor het eerste moment met mezelf, met mijn broekje. Ik ga misschien huilen met de dokter op 16 juli. Dan ben ik klaar namelijk. Dan heb ik het ben je binnen op 16 juli? Nee, maar ik ben dan, dat kan ik toch alleen. Dus mijn boek ook al uit. Nee, maar omdat het s'avonds is ook. Oh ja, maar dan vraag ik oppas. Ik ben heel blij. Het deed geen pijn. Pas aan het einde was even een kleine... Oeh, dat was zo gevoelig. Dat was echt teringgevoelig. Oh, en weet je hoe dat voelde? Alsof er een mini naaltje in mijn navel ging. Oh, dat was... Toen ging ik even door... Ja. Toen... Ferrari, baby. Waar dan? Oh ja, ik hou niet van als Ferraris niet rood zijn. Ferrari moet gewoon rood zijn. Zullen we scappa? Zal ik even een scappa polo halen? Ja, even een scappa oudje. Oh, dit is een avocado show, dat zit hier. Ja, daar liepen we echt. Daar zijn we echt al. Kijk, daar is Bergman. Dag! Bergman. Love you all. Thanks for making me pretty again. Oh ja, ik werd er ook van beschuldigd dat het dat dit een samenwerking is. Sponsoring. Dat is niet zo. Ik heb betaald. Het is mijn maand, filmmaand bij Veronica. Volbond, geen korting. Nou, je krijgt sowieso korting als je twee behandelingen doet. Maar dat is niet omdat ik toevallig een leuk Instagram pagina heb of een vloggie. Als je twee behandelingen doet, krijg je 5% korting. Little help for my friend. Is dat DJ? Oh, die haal ik altijd door elkaar, oké. We kunnen ook chic gaan eten bij het conservatorium. Nee. Wat hebben ze daar überhaupt op de kaart? Oh. Ze hebben zo'n plek waar ze geen frietjes hebben. Ze hebben daar frietjes. Nee, het is best leuk daar hoor. Ja, waar moet je daar naartoe gaan? Ik heb mijn eentje raar beneden. Ik wil wel een keer met jou naar het conservatoriumhotel. Wil je nu naar het conservatoriumhotel? Nee.
zo. Dit is als haat. Als je dan zo'n foto hebt van dit, met dan een caption van Amsterdam, wat ben je mooi. Amsterdam, you were good to me. Nee, dat snap ik op zich. Oké. Maar wat ben je mooi? Oh, dat heb ik denk ik ook wel eens gedaan in een story met een gracht of zo. Kot. Fuck jou. Hey, maar dat is trouwens echt nog zo, hè? Mijn buik heeft geen gevoel. Het is nog gevoelloos. Oh, dat had je wel eens kunnen vragen. Nee, dat staat ook overal beschreven van dat komt langzaam terug of niet. Het is een risico, kan niet terugkomen ook. Oh, heftig. Geen gevoel in je buik? Doet toch niks met mijn buik. Wil je lekker kriebelen? Nee, ik hou daar niet. Niemand, sinds ik dus kinderen heb gekregen, hoeft niemand ooit nog aan mijn buik te komen. Het is echt mijn zone nu. Het is heel gevoelig, heel veel mee gebeurd, heel veel mee gedaan. Nee, dat is, als er dan geen gevoel is, dat is dan niet erg. Ja, wanneer ga ik eens lingerie shoppen? Als ze geen pijn meer doen. Kunnen ze zo meteen wel naar de bijk hoor. Oh, alleen maakt de hele tijd leuke grapjes. Die zegt de hele tijd, wil je een opbaden? Ja, is ook een mooi opbaden zitje voor jou. Of voor je Victoria's. Hé, jij had echt vorig jaar of zo, mijn verjaardag, een heel mooi body gekocht voor mij. Ja, heb je toch gereld. Ja, omdat, ja, dat soort dingen kan ik nu dus aan. Ja, dat je niet moet ruilen. Dus ik wil dat ik een boobjob zou doen. Nu. Oh baby, dat gevoel, oh wat erg was dat eigenlijk als ik dan terugdenk. Gewoon een... Oh baby, jij zag trouwens dat wat ik zat mee te kijken. Was het leuk? Ja, want op een gegeven moment deze eten zag ik zo worst, gewoon echt zo'n mega korst. Velletje, oh. Oh, maar korst of dat nee, die lijm? Nee, dat was die lijm. Ja, die lijm is leuk, man. Ik ben geen korstenkrabber. Dat doe ik echt niet. Korstenkrabber. Jij echt wel. Jij ik bent ben een geen korstenkrabber. Nee, jij bent een korstenpulker. Pulker, ja, ook echt wel. Ik pulk alleen ik velletjes. Ik gewoon te voelen of zoeken of het nog ergens een korstje Nee, korstjes, dat vind ik echt vind ik zo erg. Maar ik ben dus wel een echte velletjesplukker. Dat vind ik heel leuk. Nou. Wil iemand nog mijn buik zien hier op straat, jongens? Een nieuwe navel. Nee, eigenlijk mijn navel. Hij is terug. Ja, hij is niet nieuw. Hij is terug. Van wat je weest. Likes. Oké, we gaan eten. Oh, ik heb gewoon 10 minuten gefilmd. Okay. Wij gaan een ramen eten bij Sapporo Ramen in de Ceintuurbaan. Op de Ceintuurbaan. Waar is het nou? Ik zie het of niet. Ze zijn toch niet. Jawel, kijk, daar staat dat bordje met Pikachu. Oh ja. Het bankje voor de deur. Oh, je oh ja. Zitten. Oh. Nou. Dan binnen. Sapporo Ramen. Dat is niet meer geweest. Wanneer? Ook alweer. Een keer na een meeting. Toen dacht ik, ja, lekker lunchen. Toen heb ik hier gewoon lekker in mijn eentje ramen gegeten. Lekker hoor. Daar, zijn open. Bordje, ja. We gaan naar binnen. Lekker man. Zie je? Dit is aan het gebeuren hier op deze woensdag. Extra toppings vandaag. We zijn aan het uitbreiden. Flinke hap. Jeetje. Ben je nu op jouw bouillon? Ja, die is ook zo lekker. Wat ik ook de hele tijd heb met die boobjob, is dat is continu mijn tepels worden gestimuleerd doordat dat denk ik, hè, is gevoelig, wordt uitgerekt, zitten dingen tegenaan. Ik ben de hele dag horny. En ik kan er niks mee. Ik heb er niks aan. Kan niks. Dus. Weet je hoe het voelt? Grapje. Ja, ik ben sexually frustrated. Oh. Morning. Oké, we gaan even naar Big en Belg. Want ik ga morgen op kraam zitten bij Ellen. En dan neem ik een cadeautje mee. Kijk, ga iets leuks demonstreren, jongens. Doe maar. Deze auto kan vanzelf parkeren. Kijk, gaan we eerst dat hebben we al wel eens gedemonstreerd. Plekje opmeten. Gaat zo te piepen. Stoppen langs. Ja, hij zegt yes. Yes. Reverse. Je moet wel bijremmen, toch? Ja, want anders gaat hij zo.
Ja, volgens mij hoeft het officieel niet. Nou, maar dan knalt hij hem er zo hard in. Hoppatee. Kan je het wel nog? Is dat even een vraag? Plaag je toch? Hé, hey, maar jongens, ik kan wel zelf uit de auto, hè? Of wie die? Maar die band mag wel een paar stukjes losser door die ramenactie van jou. Van mij? Jij hebt het uiteindelijk goedgekeurd. Ja, maar het is altijd jouw actie. Ja, oké. Okay. Ja? Zit wat in. Papa! Wel een stukje lopen, Alain. Dat is lekker. Is goed voor je, is goed voor je ramen. Kijk, we gaan naar onze vrienden van Big & Bel. Misschien kopen we het leuks van de jongens. Vol, man. Ja? Ja? Heb je salaris gehad of zo met je gulle bek? Nee. Oh. Je bent gewoon rich. Rich dad. Hey, don't die on me. Ah, kijk dan. Hier. Kleine fluffies. Hey, hier wordt iets moois gemaakt. Er wordt geschilderd. Er wordt geschilderd. Ja. Hallo. Wat een gezelligheid. Wat leuk. Ja, nou, ik kom hier dus omdat Jamie Lee hier shopte. Ik dacht, echt? Ik mag hier ook gewoon komen omdat het hier heel vet is. Is echt een true story dit. Wat leuk. Wat goed. Een uurtje geleden zo. Ah. Dat je het even weet. Dus, ik heb zelf geen kinderen, maar ik volg haar. En nou, ik dacht, er zit een heel leuk winkeltje hier. Dus, wat leuk. En dit is voor jou, dankjewel. Nou, en Jamie Lee komt hier vandaag ook zelf. Nou, jeetje, ja. Ik moet aankondigen voor online. Maar daar ben ik niet zo van. Wees wel. Dankjewel. Oh, lekker stofje. Kijk, Alain, dit vindt je wife een lekker stofje. Het is gewoon helemaal kei. We hebben duidelijk een andere smaak. Laat nog eens zien wat je aanwees. Kan je met z'n lange haartjes? Is je zo'n Pablo? Is kom hier nog als je nog support your locals wil doen. Dat is ook een meisje uit Amsterdam West of Dame. Ons eigen slagmeisje. Maar die maakt de speenkettingen. Wat leuk. Ze zijn zacht. Ja. Ja. Tenminste, ik vond het wel heel grappig. En er zit gewoon wat liefde in. Ja. Deze nieuw. En een ander vriendinnetje van ons die maakt zorrel met de bijtring eraan. Oh. Maar gewoon lekker effen en de mooie kleurtjes. Oh, mooi, leuk. En dit vind ik zelf zo'n cadeau, dat ja, is gewoon altijd goed. Ja, ja. Hier heb je een inimine rompertje, kan 2 weken uit. Ja, precies. Nou, en de rest weet je allemaal. Ja. Wil je een tasje? Ja, graag. Ja, gaan we doen. Hey, ook fijne dag. Hey. Dankjewel, doeg. Zo is het goed mooi geworden. Hè? Oh, kijk. Ik had deze nog in mijn hand. Sorry, doeg. Ja. Ik wil 2 dingen geven, dat is wel raar. Er staat een mooie man klaar. Dankjewel. Dame. Bedankt. Hier. Wacht even hoor. De een en ander hier regelen. Take your time, girl. Just leave it to me. And just hold on to love. Onderweg naar huis. Met de boys. Still awake. Ik heb een heel spontaan en impulsief. De movies. Ja. Bij 2. De boys hebben echt een leuk trainingspak gekregen. Volgens mij van Nicky. Een soort kinderlijn, denk ik. Kijk, het heet Nick en Nick. Ik ga het ze laten zien. Ze hebben dit nog niet gezien. Ik denk dat Lenny dit wel heel tof gaat vinden. Lenny! Ja? Ben je al klaar? Ja. Kijk, je hebt iets gekregen. En Kai ook. Van... iemand van Nicky. Wat dan? Die ken je niet. En jullie hebben een trainingspak gekregen. Trainingspak? Ja, kom maar kijken. Is deze voor mij? Ja. Wauw. En deze? Kijk, die is voor jou. Moet je even staan, Lenny. Deze? Ja, die is van Len. Deze van mij. Ja, jij hebt met korte broek.
Wow. Oh ja, jullie naam staat erop. Oh. Dit is team Kai. Is mijn... Kijk, hier staat Kai. Prik. Ja, die moet je echt aan papa geven. Dank je. En kijk of jouw naam er ook op staat dan, Lenny. Ja, team Lenny. Oh, papa hoort in team... Nee, mama hoort in team Lenny en papa hoort in team Kai. Oké, ja, vind ik heel goed. En ik hoort... Team papa. Ja? Ja? Nee, kijk, jij bent team Kai. Nee, jij bent team tandenpoetsen. Kom. Oké, leuk. Misschien kan je morgen aan. Ja. Oh, die staat je echt leuk. Het lijkt alsof het een rode Adidas Ajax broek is. Ja, lijkt wel een beetje op een Ajax broek. Kijk, dan ben ik zo'n gangster. Een gangster. Ja, dat zijn zo lief. Ja, weet je niet, ik denk dat iemand uit haar team jou dan heeft gezien. Oh, uit jouw vlog misschien. Misschien, ja. Ja, vind ik echt zo toen lief. Hebben ze misschien jouw maten gevraagd of zo? Vind toen... ik zo lief. Liefst dat ik ooit heb gekregen. Ja? Oh nee, ik heb gewoon een iemand... klaag. Gewoon een klaag, gewoon helemaal. Maar even liever, even. Kom eens. Kom schat. Weet je, kom maar, jij bent in mijn behandelkamer, dus jij moet hier met je hoofd op. Jij bent mijn patiëntje. Ik kom bijna niet meer. Nee, je bent nu gewoon bij de schoonheidsspecialisten. Je doet niks raars. Eeuw, je puft. Tuurlijk. Kom maar bij ons, lieverd. Hey, ik wil ook weer terug. Kom maar, wacht, lieverd. Ik wil ook een korte broek. Maar die past jij nog niet, lieverd. Oh. Team Kai, staat je echt goed? Laat eens je rug zien. Je bent wel spannend. Ja. Team Kai. En jij? Echt een leuk zomeroutfitje. Yeah. Ik ga even testen of ik al zonder twee kussens kan. Oh, dat kan nog niet. Mama, je moet dat... Check. Nee, ik kan nog niet zonder. Mama, ik ben heel sterk geworden. Wie helpt mij overeind? Ik. Ik hoop papa. Papa is heel sterk. Nee, ik ga gewoon. Ik ga gewoon naar voren. Kussen moet ik wel nog even deze. Oké, Lenny heeft gepust in de vlog. Alleen helpt me overeind. Wie boort? Kai. Wat een vieze club hier al. Mag ik je kussen nog wel lenen, Lenny? Ja, je mag me kussen. Oké, dank je. Oké, klaar. Oké, we gaan ze naar bed brengen. En dan komt zo de oppas en dan gaan wij naar de bioscoop. Yes. Lekker lekker. Waarom loop je nooit met je vrouw? Wat gaan we nu weer doen? We gaan nu naar de bioscoop. Welk film? Aladdin. 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 The city. Is met Joe Silvio. Breng het daar, breng het terug. Doe het daar, doe het nu. Doe het hard, doe het zus, doe het zo. Zet het blow, breng het back, bos het slow. Toch geen molly, als hij loopt, als ik voel op bij die shows. Wat een leuk, grootste evenementen ooit. Ja toch, 11 juni, Phoenix Awards. Er zijn artiesten aanwezig zijn, die gaan optreden. Chief, Busy, Snelle zijn er onder andere bij. Maar jij kunt er ook bij zijn, want zonder jou... Ik ben er sowieso bij, schatje. Het midden is simpel. Maar we gaan wel even naar de jam. Wil je de nieuwe van Ronnie horen? Dat is leuk, hè? Een beetje bachata. Even op shuffle nu. Is dit de echte? Ik weet niet man. Dit is niet de echte hè? Diddy, is dat? Nee. Dit is niet I Got Five Heart. Nee. Oh, dat kan nog wel. Met R. Kelly. Skip! Skip dit, dude! Ja, dit is lijpen, doe rustig. Ja, doe rustig inderdaad. Dit is Busy. Busy. Dit is Lil Kleine. Collega. Dit is Broeder Liefde. Excellent. Dit is Nina Simone. Hey, ik ben wel een fucking jukebox, hè? Ik hoor het. Eerste
eerste seconde en ik weet al wat het is. Het maakt niet uit, er zitten echt 300 nummers in. Snacks nemen. Jukebox. Hey, ik zal je laten zien wat ik stiekem heb gekocht vandaag. Ik wil het eigenlijk niet vertellen. Maar... Had jij dit plan al helemaal... Nee, ik had dit voor mezelf al gekocht van vanavond. De kleine Tony. Netflix. Hoi! Hey, allebei voor mij. Maar gewoon twee kleine, daar je toch gewoon de hele Tony. Dat is goedkoper. Ja. En ze hadden dat ook niet. Dit is pas een Bobby drempel, wajo. Gewoon heel rustig pakken, hè? Ja. Stikking rustig. Dit was echt het rustigste wat ik kon nemen. Ja, is goed. Ja, dit ging goed, ging goed. Oh, zie niks zonder. Ze doen wel elke dag minder pijn. Had ik al verteld dat het geluidje na 2 dagen al weg was? Ja, heb ik dat al verteld. Nou, dan is het goed. Kijk, ik weet ook allemaal niet meer wat ik wil. Maar wat ik wel kan vertellen is dat ik echt een hele leuke film was. Ik heb gelachen. Shout-out naar Marwan. Ja, ik weet niet hoe die anderen heten, maar die krijgen ook een shout-out. Shout-out ook naar Aladdin en Jasmin, man. Mooi setje, boy. Oké, wij gaan naar huis. We gaan nog één afleveringetje kijken van DOA. En dan gaan we naar bed. Dat is leuk jongens, dat is leuk. Oh, een rood nog. Ja, dan krijg ik weer die claims op mijn YouTube kanaal. Dag. Oh, new fantastic point of view. Vandaag is het donderdag en jullie zien mij altijd snacken. Dus ik dacht, laat ik ook eens die andere kant van mezelf laten zien. Dat is dit. Dit gebeurt ook vaak in huizen De Graaf Livo Shoe. Een salade, een tonijnsalade met wel een kleine, hele kleine cheat. Nou, het is niet zo'n cheat. Het is in plaats van crackers, volkoren pasta. En er zit tonijn in, ei, spinazie. Kai zegt dat het konijn. Dat er konijn in zit. En er zit mayonaise light in. Rode uitjes die heel even in witte wijnazijn hebben gechilled. Gaat het scherpe smaakje er vanaf, hè? Juist, en dan heb je een zuurtje in je salade. Reentje. Verder nog augurk en zwarte olijf. Nu ga ik lekker eten. Dit drinkje erbij. Dat is mijn favoriete drankje. Los van cola. Kijk, je bent wel aanwezig. Huh? Je bent wel aanwezig. Bezig? Aanwezig. Aanwezig? Ja, bezig. Zit je met blaadjes erbij? Ja, met spinazie. Wil je deze proeven? Oh, nee hoor. Ja. Camera. Ik kom vasthouden. Oké. Dit is de Kai-vlog. Kai-vlog? Ja, dit. Heel dichtbij is Kai in de vlog. Dit is de Kai-Sham-vlog. Oké, schatjes, vriendjes, vriendinnetjes. Ik ga vandaag weer fietsen na 2 weken. Hoe vind je die? Kijk of het nog een beetje kan. Wat het is, ik ga op kraam zitten bij Ellen. Jeetje, jongens, weer op de fiets. Dan staat ook helemaal alleen hier. Verloren. Ellen, ik kom eraan. Hey, en allemaal kijkers naar die video van mij in Busy. Jamie blijft plakken bij Busy. Ik vind hem zelf heel leuk geworden. Shout-out naar Josja, want zij heeft mij geholpen met editen. Ja, ik kan het nog hoor, fietsen. Het is zelfs best wel eigenlijk heel lekker om weer op de fiets te zitten. Oh, Mike. Als een gekke graftak hippie naar de supermarkt. Kijk dit. En ik ga een taart bakken vandaag. Daar heb ik zin in. En die gaan we lekker bij mijn tante opeten. Lekker, zin in. Oh, ze is zo gevoelig. Hier wordt gebakken. Ja, gebakken. Wat ga je bakken? Ik heb Rens. Nou, een taart van Rens. Maar Rens heeft me wel onwijs aan het werk gezet. Met
70 euro aan vegan ingrediënten. En allemaal vegan. Heel de Jumbo heb ik gezien. Deze is niet vegan volgens mij. Dit is ook niet vegan. Want ze verkopen geen vanillepoeder daar. Dus ik heb maar dit gedaan. Vanille suiker. En vanille stokjes. Nou, vanille is toch per definitie vegan? Ja, maar die gekjes van Dr. Oetker zorgen er wel voor dat iets niet vegan is. Ben je weer rustig? Ja. Gelukkig wel. Is het fietsen geholpen? Nee, want hier werd continu iets gestimuleerd. Mijn spijkerjasje ging bouncen en mijn tasje ook, dus ik was heel horny op de fiets. En nu ben ik weer oké. Oké. Kijk, hij gaat er instorten. Dit is kokossuiker. Dit is super grappig. Nou ja, dat is dus niet heel flexibel. Alleen is het goede assistent. Oh, wat heb ik toch lang gezocht naar cacaopoeder, zeg. Waar zou jij hebben gezocht? Even denken, cacaopoeder in de Jumbo. Ja. Ja, dat is toch gewoon zo'n. Nee, dat zit in Albert Heijn, hebben ze gewoon zo'n bakhoekje. Daar zou je als eerst kijken in de bakhoek. Dat hebben ze in elk supermarkt. Nou, daar lag het niet. Waar zou je dan naartoe gaan? Oh, dan in dat buitenlandschap, helemaal rechts. Dat lag het ook. Waar ze ook de chubbies en zo hebben staan. En de Fernandes. Hoezo is cacao een buitenland, moet je denken? Ja, dat is gewoon, het is een buitenland. Cacao komt niet uit Nederland. Dat ook niet. Waar zou je dan gaan? Ook niet in, gewoon in dat kruidenrekje. Nee, ook niet. Waar zout, peper en al die andere ongein staat. Nu weet je waarom ik zo lang in de Jumbo was. Wat stond er dan? Ja, de suiker. En de koffiemelk en zo. Kijk, alle droge ingrediënten, alle natte ingrediënten zijn afzonderlijk van elkaar gemengd. En nu zijn ze bij elkaar. Oeh. Nu gaat het echte werk beginnen. Waarom doe je nooit dat ding erop? Dat hoeft niet. Dat is gewoon bescherming voor stof. Ja, maar ook gewoon bescherming voor stuif. Nee. Dan gaan we de taart in de making. Ik dacht dat hier ook water in zat. Kokosmelk. Om het houdbaar te houden, weet je? Water om het houdbaar te houden. Nee, dat is het enige voor. Ik vind het heel raar dat in zo'n Fairtrade biologisch ding E-nummers. Misschien is het een biologisch E-nummer, toch? Dat kan toch niet? Ik denk het ook niet. Ik weet hier gewoon niet veel over. Dus, I just don't know. Kokosmelk in. Dus dit is. Wat? Hoe heet dat ook wel? Ze gaan bellen. Een nummertje. Dat is wel een cursus die is verwaard. Ja, ik wil het wel doen. Ja, maar dat is dus, dat maakt het biologisch. Dat de kokosmelk van biologische afkomst is. Maar verder is het allemaal crap. Allemaal. Oh, dus de stabilisator is niet biologisch. Want het is een E-nummer. Maar de kokosmelk wel. En dat maakt het biologisch. Dus je wordt gewoon. En dan mogen ze al biologisch natuurlijk op het label zetten, want dat klopt feitelijk. Motherfuckers! Nou, dit is kokoscreme. Dit, ja. Zo! Hey, zo, kijk! Hoe lang zit je al naar ons te kijken? Achoo! Ah, wow, er kwam wat mee. Gezondheid! Nou, er kwam veel mee. Maar wel gezondheid. Ja. Nou, ik ga even puzzelen hiermee, jongens. Kijk, ik heb mezelf opgekalefaterd. De buikband zit er nog lekker. Een Vogue t-shirt aan. Vogue loves Jamie. Dankjewel, Vogue. Ik vind het heel leuk. Boys hebben er ook twee gehad. Maar ja, ze hadden al iets anders aan vandaag. Taart is af. Alleen hij moet nog even in elkaar worden gezet. Dus dat doe ik bij mijn tante. Dus alles zit in deze tas. En ja, dan gaan we. Alleen zonder beneden met de koelie. Kei. En dan gaan we die kant op. Ja. Alles. Ik hoop het. Nee, ik moet nog een gereedschap. Een spatel. Een kleine en een grote. Oh. Spatels. Zo, die gaan ook mee. Ja, en dan ik nog. Jongens. Het goede nieuws is dat we onderweg zijn. Het slechte nieuws is dat mijn batterij bijna leeg is. Ik heb zo'n batterij. Volgens mij niet bij me. Wat ben je van vlogger? Hij haakt niet op mij. Nee. Alleen kauwgom. Nou, dat was hem dan voor deze week. Bedankt voor het kijken. Ja, eindresultaat van de taart zie je wel op Insta of zo. Want hier wordt helemaal niks meer. Nou, misschien kan ik nog heel snel. Met mijn laatste batterijtje nog even zo. Bam! Eindresultaat. Oké, bam! Volgend shot.
Of ja, je kan ook filmen met je iPhone. Oké, je krijgt de taart te zien in 3, 2, 1. De taart. We gaan hem straks ramponeren. Maar eerst stamppot. Wow. 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 Wacht, een kaartje, kaartje, kaartje. Wat zit hier eigenlijk in? Echt? Ook dat nog? Wauw. Eet smakelijk, Kai. Eet smakelijk, Lenny. Eet smakelijk. Oké, Frankenstein. Alleen, wat ben je toch sexy, hè? Wat is toch wel smoot? Smoot. Ja, jij bent wel smoot. Oh, zo jongens. Dat was een lange dag. Maar wel een hele gezellige, leuke dag. Ik heb net nog even de vlog geëdit. Het is 2:30 s'avonds. S'nachts. En ik heb hier eraf. Washandje en overheen halen. En dan ga ik naar bed. Weet je wel, dan poetsen. Ik heb een opdracht voor jullie. Ik heb een nieuwe Jamie Blijf Plakken klaarstaan. En die is wel sick de moeite waard. Bit busy. Love him. Link hier onderin. Kan je die video bekijken. Ga er even lekker voor zitten. Hè? Want het is wel een portret van onze beste man. En ik vind het heel leuk om te zien wat hij de hele dag doet. En dan kom je dus ook achter in die video. Hij is super aardig, super normaal. En ja, en dan wel, het is wel jammer dat je dan die privé momentjes dan niet vast hebt gelegd. Bijvoorbeeld wanneer hij met zijn wifey belt. Dat hij aan het FaceTime is met zijn zoontje. Dat soort dingen. Maar goed, kijk dus. Leuk video. Doe je jezelf een plezier mee, doe je mij een plezier mee. Wie weet doe je ook een plezier, mee. En dan zie ik jou gewoon volgende week weer. Ik ga pitten. Deze week... ik ga mijn boek naar de drukker, dus daar begin ik morgenochtend even mee. Ik moet nog één zinnetje bekijken of zo. Eén stukje redigeren. Tot volgende week. Doei! Neem me mee. Neem me mee. Als jij vertrekt in je houten pak.